Dames, goedemorgen. Hoe voelen jullie je? Goed. Redelijk. Wat is het laat vannacht? Half vier. Valt wel mee, toch? Ja, ik hoor wel een beetje een brakke stem al. Dat klopt. Maar komen jullie hier elk jaar? Ja. Al heel wat jaren. Kijk. En altijd hier op de camping? Ja, ook altijd op de camping. En jullie zorgen wel goed voor jezelf, hoor. Eitjes, spek, het ziet er heerlijk uit. Ja, dat moet ook zo'n weekend, anders overleef je het niet. Goedemorgen, dames. Hebben jullie lekker geslapen? Ja, heerlijk. Het is niet heel groot, hè, dat tentje. Nee, het is een beetje knap. Het is knus. Ja. Maar dat is een beetje het hele festival ook, hè? Ja, tot nu toe. Ja. Hoe was jullie je eerste nacht hier? Kort, maar krachtig. Ja, ja. Ik was al wel magisch wakker of zo. Hoe laat lag je erin dan? Nou, dat weet ik niet meer. Was het al licht? Nee. Oh, ja, zoiets, 3 uur. En jullie blijven het hele weekend hier? Nee. Ja. Ja, het hele weekend. Tot zondag gaan we weer naar huis. Die koffie, dat is wel essentieel, hè, zo hier op de vroege ochtend. Ja, dat hoort er wel bij, ja. Absoluut. Want zonder koffie, dan wordt het denk ik lastig vandaag, of niet? Ja, daar wordt het lastig van. Jan, we hebben 1 nacht op de camping gehad. Is het goed gegaan allemaal? Was het gezellig? Het is redelijk goed verlopen. Niet iedereen begreep de spelregels, maar uiteindelijk waren de meeste toch heel rustig. En waar loop je dan tegenaan dan? Nou, we kunnen het beter hebben over dingen waar we niet in aan lopen. Dat kan er niet uit natuurlijk. Ja, maar joh. En staat het hier altijd vol tijdens het festival? Nee, we hebben dit jaar uitzonderlijk druk. We staan al bijna helemaal vol nu. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat normaal wel een belangrijke rol in speelde. En UB40, die morgen komt, denk ik ook wel. Dus echt groepen waar een hoop publiek op afkomt.